vandaag heb ik voor jullie de kerstlook van dit jaar 2017. Dit is hoe ik dit jaar mijn kerstlook gemaakt heb. En ben je benieuwd hoe dat ik deze look gecreëerd heb? Blijf dan zeker verder kijken naar deze video. Ik ga beginnen met de foundation en ik gebruik mijn geliefde foundation van Essence. Dit is de Essence Stay All Day 16 Hour Foundation. En het mag wel met de feest zeggen dat je foundation goed blijft zitten. En die breng ik aan met mijn Yves Rocher Foundation Gloss uiteraard. Ik breng een pompje aan op mijn hand. En als ik te weinig heb, kan ik altijd nog bijnemen. En ik kijk naar hier, want daar staat mijn spiegel. En de foundation breng ik gewoon aan over heel mijn gelaat. En het fijne aan deze make-up borstel van de Yves Rocher is dat hij heel natuurlijk je foundation aanbrengt. En dat vind ik heel fijn, omdat die haren echt heel ver uit elkaar staan. En ja, dat vind ik daar gewoon heel fijn aan. Ik heb nu een staart, zodat je de make-up goed kan zien. Dan komt je gezicht zeg maar mooier uit. Met kerst zelf heb ik meestal mijn haren gewoon los. Maar nu voor de video vond ik het wel mooi om ze vast te doen. Maar je haren kan je natuurlijk doen hoe je wil met kerstmis. Dan ga ik het geheel afpoederen en dat doe ik met deze Essence All About Matte Fixing Compact Powder. En dat breng ik aan met mijn kwast van Real Techniques. En ik druk de poeder echt in mijn foundation. Zo. Dat ik niet ga glimmen. Ik heb al een droge huid van mezelf, dus heel veel poeder gebruik ik niet. Want ik anders ja nog droger word. Dan voor mij persoonlijk het allerbelangrijkste deel van heel mijn make-up look zijn mijn wenkbrauwen. Dat vind ik echt heel erg belangrijk, dat die er goed en strak uitzien. En daarvoor gebruik ik mijn Anastasia Dip Brow. En ik heb hem in de kleur Soft Brown. Want ik heb best wel donkere wenkbrauwen en ik vind het ook mooier om ze nog wat donkerder aan te zetten. En het is dus zo een gelachtig product. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. En dat breng ik ook aan met het Anastasia borsteltje. Ik kam ze eventjes door en dan volg ik gewoon mijn natuurlijke vorm, maar ik maak ze gewoon ietsjes donkerder. Zeker weten de hele avond op zijn plek blijven zitten, gebruik ik nog een Catrice wenkbrauwgel. Deze heeft ook nog een bruine kleur, maar het geeft niet zo extreem veel af. Dus het is niet dat mijn wenkbrauwen nu nog donkerder worden. Het is gewoon dat ze blijven zitten de hele avond. Om ze dan helemaal compleet af te werken, gebruik ik nog concealer, een hele lichte kleur. En dit is de Essence Stay All Day 16 Hour Concealer van dezelfde lijn als die foundation wat ik gebruikt heb. En dit is in de kleur Teen Natural Beige. En dan breng ik zo aan het uiteinde aan van mijn wenkbrauw. Boven en onderkant, zo. Zodat vooral de lijn van mijn wenkbrauw heel erg strak wordt. Je kan het eigenlijk ook rondom je hele wenkbrauw doen, maar dat doe ik persoonlijk zelf niet. En dan ben ik uit met mijn Beauty Blender. Gewoon een drukbeweging. En nu is het echt ja, heel precisiewerk. Niet dat je in je wenkbrauw veegt met de concealer. Wat mij wel heel vaak gebeurt. Dat er dan echt zo een stukje concealer in mijn wenkbrauw zit. En dan wordt dat heel erg lelijk. Dus dit is gewoon even een beetje precisiewerk. Dan ga ik verder met de ogen en daarvoor ga ik jullie even wat korter bijzetten, zodat jullie beter kunnen zien wat dat ik ga doen. Ik ga dit mooie paletje van MAC gebruiken. En deze noemt Burgundy Times 9. En dit is echt een heel erg mooi paletje met allemaal warme kleuren. Zowel matte kleuren als shimmery kleurtjes. En de eerste kleur die ik ga aanbrengen is deze middelste. En die breng ik gewoon aan over het hele ooglid als een basiskleur. En die breng ik ook aan in de crease. Gewoon puur als basislaagje. Ik gebruik geen oogschaduwbasis, daar ben ik eigenlijk soort van afgestapt. Ik heb nog steeds mijn oogschaduwbasis van Essence. En die vind ik ook nog wel fijn. Maar aangezien ik ook gewoon foundation en eventueel concealer over mijn oogleden zelf aanbreng, vind ik oogschaduwbasis een beetje overbodig. Omdat het voor mij gewoon ook heel erg goed werkt als ik er wat foundation op doe. Dus als je die stap mist, ik zeg het even dat ik dat niet meer doe.
Dan ga ik verder met deze bruine kleur uit de tweede rij. En die breng ik aan in de crease. Voor wat diepte in de ooglook te brengen. Die doe ik zo. Wat het is, op camera valt heel veel van de kleur weg. Want in het echt is de ooglook eigenlijk al heftig nu ik deze kleur aanzet. En op camera zie je dat bijna niet. Dus ik doe het extra heftig. Dit is echt een super mooi palet. Ik gebruik het eigenlijk veel te weinig. En ik ga maar tot in het midden van mijn crease. Dus ik ga niet helemaal naar binnen toe. Ik hou het tot in het midden. Zo. En dan neem ik mijn blending brush van MAC, de 217 kwast. En daarmee ga ik in deze shimmery kleur. En die breng ik aan op het ooglid om het geheel wat op te lichten. Ik heb hele kleine oogleden, dus als ik mijn ogen open heb, zie je mijn oogschaduw bijna niet. Dus daarom zet ik mijn oogschaduw altijd ietsjes hoger aan. Zodat je er wel iets van ziet natuurlijk. En dan maak ik mijn kwast eventjes een beetje schoon op mijn hand. En dan ga ik nog eens in diezelfde bruine kleur, maar nu met deze kwast. En daar ga ik nog mee eens in de crease. En dat blend ik dan samen. En nu ga ik wel tot helemaal binnen. Zo, op deze manier. En dat vind ik heel erg mooi uitzien. En dan nog als finishing touch ga ik nogmaals in deze kleur. En die breng ik aan in het binnenste van mijn ooghoek. Voor wat extra oplichting. Oplichting? Zeg je dat zo? Volgens mij niet. Dan ga ik mijn wimpers krullen en dat doe ik met deze wimperkrullen van NYC. Ik vind het wel zo mooi om ze nog eens extra te krullen, want ik heb al lange wimpers van mezelf. Maar ik vind het er gewoon heel mooi uitzien als je ze ook nog eens krult. De mascara die ik ga gebruiken is deze van Essence. En dit is echt een hele fijne mascara. Die heb ik nog niet heel lang geleden gekocht. Dit is de Maximum Definition Volume Mascara. En daarvoor neem ik een kleiner spiegeltje. Ik neem even hier zijn spiegeltje in. En dan hou ik het onder mij en dan breng ik de mascara aan. Dan kan ik echt precies vanaf de aanzet beginnen. En dan zijn mijn wimpers veel langer. Dus dat is een tip. Waarschijnlijk weten de meesten het al, maar ik geef het even mee. Zo doe ik het altijd. De spiegel recht onder je houden. Dan kan je perfect aan je aanzet beginnen. Je kan ook voor nepwimpers gaan, maar dat doe ik persoonlijk liever niet. Ik ben er ook gewoon niet zo goed in om ze te plaatsen. Zo, met de ogen ben ik helemaal klaar. Dan ga ik verder met de blush. En ik gebruik deze blush van MAC. Dit is MAC Dainty. En ik had er straks even mijn kerstlook van vorig jaar bekeken. En daar had ik ook deze blush op. Dus dit jaar is dat niet veranderd. En die breng ik aan op de appeltjes van mijn wangen. Dan ga ik ook een beetje shapen en dat doe ik nog steeds met mijn geliefde rimmelbronzer waar het doosje al helemaal van kapot is. Dit is in de kleur 026 Sunkiss en die breng ik aan met mijn Wheel Techniques Sculpting Brush. Met de feestdagen mag dat al wel wat heftiger. Dat vind ik alleen maar mooi. Highlighter mag ook sowieso niet ontbreken in mijn make-up look. En ik gebruik daarvoor dit hele mooie palet van W7. Stroke Time noemt het. Daarvoor gebruik ik deze kwast van Essence. En daar neem ik echt heel erg veel van. En die breng ik aan op mijn jukbeen. En dat maakt de make-up look gewoon helemaal af. Dat vind ik zo ontzettend mooi. En ben ik ook niet zuinig mee, zoals je kan zien. Ik breng ook wat aan op mijn cupidoboogje. Ook altijd heel mooi uit. En dat puntje van mijn neus. Zo. En als finishing touch een rode lip natuurlijk. En ook zoals vorig jaar gebruik ik weer mijn geliefde lipstick van MAC. Dit is MAC Diva. Ja, hij zit nog steeds in mijn stash. En dit is de prachtige, welbekende, super donkerrode kleur van MAC. En ik vind hem onwijs mooi. Dus die ga ik nu aanbrengen. Ook
de lippenstift zit erop. En zodat alles echt de hele avond perfect op zijn plek blijft zitten, gebruik ik nog een fixing spray. En deze is van Make Up Studio. En die spray ik gewoon over heel mijn gezicht heen. En dat bounce ik dan in met mijn Beauty Blender, zodat alles perfect blijft zitten. Zo. En op camera ziet er alles een stuk lichter uit. In het echt is alles wat donkerder. En dat is ook door het licht. En zo, dit is dan mijn kerstmake-up look van dit jaar 2017. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben en dat je dit een leuke video vond. Dan wens ik iedereen alvast een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!